Deze keer zijn we weer op een bijzondere locatie, recreatiepark Dennenoord. En we zijn deze keer bij Wim Kuipers, die hier al een aantal jaren woont. Wim, dat klopt toch, hè? Dat klopt als een bus. Ja, 14, het zijn er eigenlijk 13, maar ik houd het maar gewoon op 14. Ik ben hier destijds komen wonen in 2004. En met name op deze plek stond een staakcaravan. Maar ik kijk hier uit over de weilanden, daar zie je de koeien lopen. Ja, geweldig. Die grote coniferen heg, die gaf toch wel wat privacy. Dus ik werd verliefd op deze plek. Toen heb ik 3 jaar in de staakcaravan hier gewoond. Daar ben ik terechtgekomen vanwege omstandigheden. De bijnaam hier is ook niet voor niks de Scheiwei. Ja, de Scheiwei, is dat ja, zo echt ja, waar? Ja, de Scheiwei. Dus jij hoorde ook bij het clubje? Hè? Ik hoorde ook ja. Bij het clubje, ja. Ja. Maar na 3 jaar had ik zoiets van, ja, ik wil eigenlijk hier gewoon blijven wonen. En toen heb ik... Waarom is dit zo bijzonder dan, dat je hier wil blijven wonen? Nou, want je zou ook kunnen denken, oh, een caravan, ik heb het wel voor het gehad. Ik wil weer een normaal huis. Eigenlijk werd ik gewoon gelukkiger van een caravan. Ja? Ik heb normale huizen gehad. Tot een herenhuis en een tweekapper. Ja, hier het simpele. Kleine. Ja. Dat sprak mij gewoon aan. Ja. En, rust. Ja, daar word ik gelukkig van. Ja. En andere mensen die worden gelukkig van andere dingen. Ik word gelukkig van het buiten zijn, de rust en het minimale. Ja, dat is echt wel het een uiterste met het andere dan. Ja. Hoe komt dat? Waar komt het nou vandaan dat je eigenlijk zo'n ommekeer hebt gemaakt? Nou, ja, ook door de omstandigheden precies, natuurlijk, ja. Dat je gescheiden bent en hier bent gaan wonen. Maar dat je dan, was het niet een openbaring voor jou om dat te voelen, dat je ja. Met zo'n simpele dingen... Eigenlijk heb ik het altijd wel geweten. Ja? Alleen ja. Je bent natuurlijk, je wordt volwassen en je ziet hoe het gros van de mensen zich ontwikkelt en je denkt, ja zo hoort het. Ja, diploma, studeren, ja, ja. Carrière natuurlijk. Ja, carrière. En, want wat deed jij eigenlijk? Waar had ik je... ben 12 jaar drukker geweest bij het Brabants Dagblad. En toen ben ik bij WSD Groep gaan werken. En uiteindelijk daar als rayonmanager weggegaan. De laatste 4 jaar van mijn werk ben ik rayonmanager geweest. Ja, want je bent weggegaan. Heb jij gewoon jezelf je ontslag genomen? Of... Ja, ik heb ontslag genomen. In januari 2015, ik ben uiteindelijk februari 2015, heb ik mijn laatste werkdag gehad. Ja. En waarom? Zomaar? Niet zomaar, nee. Dat is een heel proces aan vooraf gegaan. Dat is jaren van tevoren al begonnen. Dat ik dacht van, ja... Want toen zat je al hier natuurlijk. Toen zat ik al hier en de 50 die kwam dichterbij. En ik dacht van ja, ik roep al heel erg lang, ik wil iets gaan doen wat ik leuk vind. Maar als je daar nog heel erg lang blijft roepen, dan hoef je het niet meer te roepen. Nee. Want dan is het leven voorbij. Ja. Dus, jij vond het ook niet meer leuk, je werk? Het ging wel goed. Ik had leuke collega's en een fijne werkgever. Ik ben ook heel dankbaar. Ik heb daar een mooie studie mogen volgen. Maar ik was er pas klaar mee. Ik wilde iets gaan doen wat ik echt leuk vond. Was spannend, hè? Was het niet spannend gewoon om te zeggen, ik neem ontslag? Ja, ik heb er wel een goed overleg met mijn werkgever gedaan. Ja. Ik heb ook mijn functie overgedragen. Daar hebben we een bepaalde tijd voor uitgetrokken. En toen was het op een gegeven moment zover. En de deur achter me dicht gedaan. En dan heb je in één keer geen salaris meer, hoor. Nee, dan heb je geen salaris meer. Ik zou er angstig van worden als ik geen... vast inkomen meer heb. Want hoe heb je dat dan gedaan? Daar denk je natuurlijk over na, want je hebt wel geld nodig. Alleen ik heb wel geprobeerd te kijken om met zo min mogelijk geld rond te komen. Dus dat ik zo min mogelijk kosten maak. Zo heb ik van het moment dat ik de beslissing heb genomen dat ik zou stoppen met werken, heb ik mijn auto weggedaan. Jee, ja. En mis je die niet? Want je zit toch in een buitengebied? Fiets. Alles met de fiets. Ja. Dat is eigenlijk ook weer een voordeel. Hè? Ik bedoel, je kunt zeggen, dan heb je geen auto meer. Maar het voordeel van geen auto hebben is dat je geen auto kunt rijden. Dus dan moet je fietsen. Ja. Ja, fietsen is gezond. Ja, beter voor het milieu. Ja. En het scheelt heel veel geld. Ja, dat is allemaal. Op maandbasis. Verder heb ik een houtkachel.
En daar stook ik mee in de winter. Ik heb hier wel gewoon gas, water, licht, douche, noem maar op. Maar ja, dat zijn allemaal dingen waar je dan alvast rekening mee kunt houden. Ja, want je vaste lasten zijn daardoor heel laag natuurlijk. Ja, hè? Ja, want hier wonen heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Ja. En verder, hoe sta je in het leven met eten kopen bijvoorbeeld? Bij mij was het altijd, waar heb ik vanavond zin in? Dat ga ik maken. Ja. En tegenwoordig is het, wat hebben we nog? Dan maken we op. Ja. Ja. Dat is toch net een... Zo hoort het eigenlijk, hè? Laten we eerlijk zijn. Hè? Want dan gooi je veel weg. Hè? Ja. Ja. En een diepvries. Een diepvries bijvoorbeeld, ik heb een diepvries. Maar die staat alleen maar aan in oktober. En in april gaat hij weer uit. Want dan verbruikt hij heel weinig. En in de zomers, dan staat dat ding uit. Dus dan de energiekosten, die bespaar je dan ook. Ja. En dan kun je zeggen, ja, maar dan kun je zomers niks invriezen. Ja. Daar overleef je wel, hoor. Ja, daar overleef je. Ik denk dat het ook een bepaalde luiigheid is, of makkelijk is, als je iets in kunt vriezen, dat je denkt, oh, ik hoef niet naar het dorp, ik pak iets uit de diepvries. Ja. Aan vlees of wat dan ook. Ja. Of... Ja. Ja. Ja, andere kant is natuurlijk wel, je aanbiedingen en zo, die grijp je wel mis. Daar grijp je op mis, ja. Maar ik ben niet van de voorraad. Ik heb geen voorraden. Of het moet 6 flessen wijn zijn, die kun je gewoon in de schuur zetten natuurlijk. En die zijn zo op. Nee, maar dus daar kun je ook op bezuinigen, op het eten. Ja. Tenminste. En dat is niet dat ik dan gierig of helemaal niet. En het is ook niet dat ik om elk dubbeltje om moet draaien, absoluut niet. Maar het is een instelling die je hebt. Het is een kijk op het leven. Ja. Eigenlijk. Ja, een kijk op het bewuster leven. Heel bewust ja, van wat je verbruikt, wat je doet. Ja, wat levert dat jouzelf op? Word je daar blij mee? Het is denk ik ook een soort sport, hè? Het begint een sport te worden, steeds meer. En je moet ervoor waken dat je de andere mensen niet te veel meer lastig valt. Want het is wel mijn ding natuurlijk. Ja. Die dochters van mij, die denken, ja, pa, zorg gewoon dat er genoeg chips is, en cola en huis is. Ja. En op is op bij jou natuurlijk. Ja. Ja. Want je hebt twee dochters, hoorde ik, hè? Ja. Nina en Rosa. Nina en Rosa. En die zijn ook hier regelmatig? De oudste Nina die woont op het ogenblik bij mij. En Rosa die zit door de week. Oké. En wat vinden die er dan van? Want er zal ook wel een heel verschil zijn, zeker voor pubers. Want die leven zo rijk. Ja. Want hoe oud zijn jouw dochters? Mijn oudste dochter Nina die is 18. En Rosa is 14. Oké. En die zijn natuurlijk als het ware hier opgegroeid. Ja. Bij de moeder en bij mij hier. Ja. Dus die zijn daar gewend. Ik weet wel, het is wel heel leuk, want Nina die zei een paar dagen geleden nog tegen mij. Pap, weet je wat ik vroeger altijd zo stom vond aan dat huis van ons? Dat er geen achterom meer was en geen trap. Want iedereen had een achterom en een trap en wij hadden dat niet. Toen jij hier woonde in die caravan? Ja, nee, ook in die chalet. Ja, dat is ook geen achterom. Ja. En geen trap? Ja. Nee, dat is ook. Niet erbij zeggen van, maar wel iedereen altijd hier naartoe, want er was een zwembad en een speeltuin. En, hier was helemaal geweldig. Het was helemaal geweldig. Nee, wij hadden geen trap en geen achterom. Ja, leuk is dat. Ja, en dan blijf je heel de leven herinneren. Ja, toch? Ja. Maar dat was mijn vraag. Wat vinden jullie ervan hoe jij nou leeft? Zo zuinig of bewust? Of? Nee, daar hebben ze geen last van. Ik wil ook niet verkeerde beeld zeggen. Ik leef niet zuinig, want we gaan lekker op vakantie straks en er is altijd voldoende eten. Alleen, we zijn ervan bewust. Ja. En we gooien geen eten weg. Nee. Je gooit helemaal niks weg. Of het moet beschimmeld zijn, ja. Dan wel, maar anders niet. Nee. Ja. Het is ook wel een stukje bewustwording en dat heeft ook te maken met ouder worden. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ben je mij nou, toen ben je hier gaan wonen, je hebt je baan opgezegd. En toen? Val je dan niet in een gat? Nee, want ik wist al wat ik wilde gaan doen. Ik wist dat ik wandelreizen wilde gaan organiseren. Ik wilde muziek blijven maken en schrijven, met name het laatste. Ja. Schrijven van muziek? Oké. Okay. Ja, teksten en muziek. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste wat er is. Ja? Waarom is dat zo leuk dan? Waarom is dat jouw ding? Dat is het in je. Dat is iets wat ik leuk vind. En ik zeg niet dat ik er heel erg goed in ben. Er zijn mensen die vinden het zeker verdienstelijk. Ja. Maar het zit in je. Ja, dat is gewoon het is jouw ding. Daar hoort bij mij. Leuk. En daar heb je natuurlijk heel veel tijd voor als je zo... Ja. Dan kun je dan meestal niet plannen. Dat komt de gekste tijden. De gekste tijden. Ja. Dus de,
Maar daar verdien ik geen geld mee. Nee. Maar ik wilde daar wel meer tijd in steken. Tijd in steken. Ja. Maar hoe ben je zo in die muziek terechtgekomen? Als jongetje van 9 volgens mij, 9 of 10, kwam ik bij mijn opa en oma. En daar zat de jongste broer van mijn vader. Die woonde nog thuis. En die had boven op zijn kamer platen van Bob Dylan. Och. En die heb ik toen gehoord. En het was volgens mij Street Legal en Desire. En voor mij weet hij daar zelf helemaal niet. Maar ik hoorde dat. Ik wist helemaal niet waar die man het over zong. Ik was 9 of 10. Maar ik vond het zo mooi. Ja? Ik werd er zo door gegrepen. Och, ja. En dat heb ik gewoon nooit meer losgelaten. En Bob Dylan is voor mij een grote inspirator. Ik vind het een kunstenaar, puur zang. Ja. Hij schildert met klanken, met woorden. Meestal weet je helemaal niet waar zijn teksten over gaan. Het is een romanticus. Want hoe oud is hij eigenlijk nou? Hij is nou 75 geworden. Goh. Ja, en heel veel mensen hebben zoiets van, hij had 30 jaar geleden al moeten stoppen met zingen. En want hij zingt nog steeds? Hij zingt nog steeds, ja. Sommige mensen vinden het geen zingen. Ja, het is ook wel anders dan, de zang van een koor, zeg maar. Want hoe zingt hij dan? Hij zingt een beetje krakerig, hè? Ja, heel nasaal, krakerig. Ja, ja. En dat wordt alleen maar erger. En dat wordt alleen maar erger, ja. Maar nogmaals, het zit hem niet in de techniek, het zit hem niet in de klank, het zit hem in het geheel. Ja. En het is ook voor iedereen verschillend. Bij mij raakt hij continu mijn gevoelige snaar. Maar er zijn ook mensen die raken opgewonden van Toto. Ja. Ja, nou, dat kan ook. Ja, en dat is ook goed. En dat is ook goed. Ja, ja. Speel je ook instrumenten? Ik speel gitaar, maar dat mag geen naam hebben. Dat is echt alleen maar akkoorden. Maar dat is voldoende om een liedje te schrijven. Kun je ons iets laten horen? Ja, het zou gek zijn als ik zou zeggen dat het niet zou kunnen natuurlijk. Ja? Ja. Oké, dat vind ik wel heel leuk. Zal ik jou een gitaar geven? Ja, is goed. Geef maar. Niet rijk te worden, heet het nummer. Ja. Dat gaat een beetje over waar we het net over gehad hebben. Okay. Ik hoef niet rijk te worden, zolang ik het maar ben. Nooit meer een ander, zolang ik jou maar ken. Nooit meer dromen, ik zou niet weten waarom. Zo simpelweg gelukkig. Kom, we gaan een blokje om. We gaan wandelen door de bossen, door velden en weer terug. Door zon, door regen, wind tegen of in de rug. Je laat je voeten even staan en je zegt helemaal niks. Liefde heeft nog nooit zoveel met mij gedaan. Ik heb niks nodig, ben tevreden. Het is prima zo. En alles wat ik meer krijg, geef ik weer cadeau. Doe ermee wat je wil, verdeel de buit. Want van mijn part gaan we er allemaal een beetje op vooruit. Ja, van mijn part gaan we er allemaal een beetje op vooruit. Wauw. Mooi, hoor. Sorry. Wauw. Ja? Ja, echt prachtig die tekst. Mooi, hoor. Ja, want je treedt ook op, hè? Ja. Ik ben nou met een nieuw project bezig. Harald van der Laar en Harry Hendricks. Oké. Hebben we afgelopen juni hebben we daar een tipje van de sluier opgelicht. In de spiegeltent, Stapelen. Oh, daar heb ik iets van gehoord. Ja, maar leuk. Dat was leuk, zeker. En er zijn allerlei soorten muziek of allerlei liedjes of zelfgemaakt? Alleen maar zelfgemaakt. Ik doe alleen maar zelfgemaakt. Oh, dus je doet niks. En Harry doet ook zelfgemaakt. Dus we leveren samen liedjes aan, Nederlandstalig. En daar gaan we dan met z'n drieën, vanaf november eigenlijk, eind van het jaar, op huiskamerniveau willen we gaan optreden. Dus huiskamerconcerten, dus dat wilde eigenlijk zeggen, als ik stel mensen uitnodig, ja? Dan kan ik jullie uitnodigen. Ja, en dan kom je bij mij in de huiskamer spelen.
Zo moet je het ongeveer zien. Ja, wij vragen dan een bepaald bedrag. Dat is helemaal niet veel, want we doen het vooral van de lol. En dat is een uur of het is anderhalf uur? Is maar net. Het is allemaal te bespreken. Okay. En dan kun je zelf dus mensen uitnodigen. En als het lekker weer is, mag het ook in je tuin natuurlijk. Zou het wel leuk zeg? Ja, ja. Daar hebben we wel heel erg veel zin in. Ik vond een uitdaging om met Harold en met Harry. Dat zijn natuurlijk twee hele goede muzikanten. Ja. Daar ben ik echt ook trots op dat ik daar muziek mee mag maken. Wel leuk hoor. Ja. Ik denk dat jullie ook wel aan elkaar gewaakt zijn, zo, toch? Ook qua persoonlijkheden. Ook wel ja, absoluut. Ja. Dus dat is het volgende project, wat muziek betreft. Ja, het volgende project. En je zat ook nog in een band. Kicking Bill. Ja. Daar heb ik vanaf mijn 23ste of zo maak ik daar deel van uit. En nu is hij alweer een paar jaar met de winterslaap. Ja. Maar misschien dat hij nog wel ooit wakker wordt. Misschien niet, dat weten we niet. Maar daar heb ik ook mee in Amerika getoerd. Oh ja? Met 3 keer zijn we op tour geweest in Amerika. Zo. Dus daar verdienen jullie ook geld mee dan? Daar moest wel geld bij hoor. Maar daar verdienen we geld mee. Ja. Maar om het helemaal te bekostigen moest er wel geld bij. Maar dan was je wel 2 weken in Amerika geweest. Ja, dus. En jong, dus dat is altijd leuk. Ja, precies. Dus dat mag ook wel iets geld kosten. En dan hebben we natuurlijk Droomtranen gehad. Och ja, Droomtranen. Vind ik zo'n mooie naam. Ja. Is dat ook weer klaar? Of is dat van de baan? Dat was een project. Ja, dat was een project. Dat was heel erg leuk. Ja. We hebben 5 theaters in Brabant gedaan. Ja. Daarvoor hebben we nog de goede De Kwaai en de Lilleke. Ja, oh ja, ook nog. Ja. Maar wat doe je vooral? Zang? Ik schrijf nummers en ik zing ze. Ja, oh toch, je zingt ze, ja. Ja, ja, ja. Geeft het niet, want dat lijkt mij dan, als je zo dit doet, hè, als je een bepaalde structuur hebt, is het duidelijk. Geeft mij rust. Ja. Het lijkt me ook wel onrustig. Ja, ik heb het ook drukker dan ooit. In mijn hoofd. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja dat klopt wel. Hè, want op de gekste tijden denk je, nou weet je iets voor een nummer te schrijven of... Dan ben je weer met dat bezig, dan ga je weer met die mensen en dan... Ja, je bent dus... Je doet eigenlijk alles tussendoor. Ja, en ook s'avonds, veel van mijn wandelreizen, veel mensen die komen met mailtjes of met telefoontjes, met vragen of aanmeldingen. En dat is allemaal vaak s'avonds. En dan probeer ik altijd direct antwoord te geven. Ja. Maar uiteindelijk vind ik dat eigenlijk wel prima. Ik vind dat wel fijn. Ja. Je hebt ook wel weer de luxe van dat je eigenlijk op kunt staan wanneer je wilt en kunt eten wanneer je wilt. Nou, ik heb mijn jongste dochter hier wonen. Dus, verdikke me. Nee, dat is ook wel, nee, maar het is ook wel weer fijn, want dan sta je morgens wel gewoon op. Ja, maar die moet naar school natuurlijk. Ja. En die moet, Wim, iets anders dan, hè? Dus dat is muziek wat je eigenlijk doet, maar je doet ook wandelreizen, hè? Ja. En ik weet, want ik ben een keer mee geweest, maar dat was dus geen wandelreis. Dan zijn we eigenlijk ook 2 steden gaan bezichtigen, Marrakesh en Sevilla. Dat was ook heel leuk. Maar jouw specialiteit is echt het wandelen. Dit waren ook meer stedentrips. Dit was een duo stedentrip. Ja. Dat vond ik op zich wel een leuk concept. Want ik denk van als je naar Marrakesh gaat en je vliegt terug, vlieg je over Sevilla. Ja. Dan kun je net zo goed uitstappen, dan heb je die stad ook. Ja, dat vond ik zo leuk. Ja, precies. Ja. En dat concept neem ik nou volgend jaar ook weer mee naar de Azoren. Want dan ga ik met geocaches op pad. Ja. Wat zijn dat? Wereldwijd fenomeen van toch wel... Een beetje HBO-types, een beetje nerdachtige types. Ja, ik wil het niet over één kam scheren. Jawel, dus als je aangesproken doet, vergeef me. Ja. Maar die vinden het leuk om met GPS-coördinaten schatjes te zoeken. Kleine schatten. En die kunnen in steden liggen, maar die kunnen ook in de natuur liggen. En het liefst willen ze zoveel mogelijk plekken in zo kort mogelijke tijd bezoeken. Ja. Daar komt het op neer. En dan kunnen ze daarbij houden in een logboek. En dat logboek, dat is dan... Dat ziet iedereen hè, die daarbij aangesloten is. Ja, dat is op het internet. Ja. Daar kun je dan inloggen. En... Maar is het ook een soort wedstrijd? Nee. Of een concurrentiestrijd? Of... Je kunt, je probeert zoveel mogelijk van die dingen te vinden in je leven, zeg maar. Ja. Je zit regelmatig, ik heb het nou mijn 1000ste, mijn 10.000ste. Of ik heb zoveel landen gehad, want je hebt ook een hele kaart die erbij moet houden. Het is niet mijn ding, maar ik snap het wel. Ja, maar is het dan, want iemand die zo'n schat achterlaat, wat zijn dat dan voor mensen? Ook dat soort mensen? Die beheren een schat. Oh, dus het is eigenlijk een soort spel. Ja, je kunt hem eentje beheren en je kunt ze gaan zoeken. En er zijn mensen die zoeken ze alleen maar, er zijn ook mensen die beheren ze alleen maar, er zijn ook mensen die beheren en zoeken ze. Dus als ik nou ergens hier een doosje verstopt en ik meld aan, ja.
Dan beheer ik deze schat. Ja, voor mij werd het zo. Ja, ik weet het niet precies, want ik faciliteer alleen maar. Okay. Want het is uiteindelijk mijn ding niet. Ik ben wel eens een paar keer meegegaan en het is leuk. Ja, ik zag dat toen wel. Je komt op plekken waar je anders nooit komt. Nee. Dus daar is al weer het mooie ervan. En toen zaten we zelfs in Marrakesh in een tuin. Bij mensen gewoon in een tuin. Hè? Ja. Achter een boom, in een hoekje. Ja. Maar het is over heel de wereld verspreid. Ja. Maar ik zeg al, het is maar een zijspoor. Ja. De vraag is er. En ik kan daar met een concept aan tegemoet komen. Ja, dus leuk. Door proberen in een korte tijd zoveel mogelijk plekken te bezoeken. Maar wandelen is mijn ding. Ja. Dat vind ik zelf eigenlijk nog leuker. Ja. Ook weer een heel ander publiek natuurlijk. Ander publiek, ja, zonder meer. Want hoe gaat het dan als je een wandelreis maakt? Dan vlieg je ergens naartoe? Wat ik het leukste concept vind, ik heb meerdere concepten, maar het leukste vind ik als je ergens toe vliegt. Italië, Spanje, Ierland. Ik heb New York er nou ook bij zitten. En je gaat van A naar B, naar C, naar D, naar E. Dus je slaapt elke dag in een ander dorpje, ander hotelletje. Spulletjes mee in een rugzak. Overdag lekker wandelen, s'avonds op het terrasje. Smiddags komen we meestal op het terras aan. En dan s'avonds lekker eten, nog wat drinken. En de volgende dag weer hetzelfde. Dat vind ik het allerleukste. Het mooie is van wandelen, dan krijg je ook mooie gesprekken met mensen. Ah, is zo fijn. Ja. Mensen komen los en komen in een bepaalde mood. Hè, toch? Ja, ik ga met Esther best wel vaak wandelen. Toen liepen we op Esther is jouw vriendin? Ja, Esther is mijn vriendin. Ja. En toen liepen we langs de kust van Catalonië. En toen dacht ik echt van, dit is zo mooi, dit pad. Dit moeten gewoon meer mensen mooi vinden. Ja. Als ik het mooi vind, dan vinden vast andere mensen het mooi. Ja. Mensen moeten het weten. Ja. En toen kwam bij mij de gedachte van, oké, ik ga dit organiseren, ik ga groepsreizen. En dan ga ik dit pad ga ik met mensen wandelen. Ja. En 2 jaar later ging ik met de eerste groep. Oh, wat spannend ook, denk ik, voor jou, hè? Dat was, want had jij ook toen al van tevoren hotels geregeld? Want je moet hem eerst zelf wandelen. Ja. Om te kijken waar ze best kunnen slapen en zo. Ja, dat heb ik gedaan. Ja. Ja, natuurlijk ook heel veel via internet, een groot gedeelte. Maar het is eigenlijk niet zo moeilijk. Hè. Je komt in een dorpje terecht en dan moet je een slaapgelegenheid zoeken. En dan ga je met de hoteleigenaar in gesprek van, luister, maar je komt met 12 man. Kunnen we iets voor elkaar betekenen? Ja, dus je moet ook een beetje onderhandelen. Ja. 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 En wat is voor jou de mooiste reis zelf? Ik vind uiteindelijk de Catalonië-reis deel 1 de allermooiste. Hoewel deel 2 eigenlijk net zo mooi is. Dan heb je er ook genoeg mensen voor? Die dan zo. Ze zitten allemaal vol. Oh. Ik heb mijn eerste reizen voor volgend jaar, die zitten alweer vol. Denk je nou niet begin met, ik ga nog meer organiseren? Ja, dat zou je denken, hè? Maar ja, want dan denk je. Ik wil niet groter worden dan dat ik zelf ben, zeg maar. Dus ik ga zelf altijd mee. Ja. En ik wil niet altijd weg zijn. Dus okay. Hoeveel keer nou ben je nou weg? 10 keer dit jaar. 10 keer? Ja, 10 keer met een groep. Ja, ja. En ik ben nog een keer ter voorbereiding nog naar IJsland geweest. En met Esther ben ik nog in de Spaanse Pyreneeën geweest. En in IJsland? Ga je ook wandelen in IJsland? Ja, IJsland komt er ook bij. Zo. In combinatie met New York. Oh ja, oh ja. Ook weer, van je vliegt er toch overheen. Ja. Waarom stappen we dan niet even uit? Ja, leuk. Ja. Ja. 10 keer is ook heel wat, hè, natuurlijk. Hè? Ja, uiteindelijk is het bij elke keer 4 of 5 dagen. Want langer wil ik niet. Want je bent toch met een groep. En de eerste dagen vindt iedereen elkaar leuk en aardig en noem maar op. Maar op een gegeven moment krijg je in een groep. De kans bestaat dat je irritaties gaat krijgen. En dan is die reis voorbij. Ja. En als je dan 2 weken gaat, dan wordt het niet meer leuk. Nee. En ik heb nog nooit meegemaakt dat er echte irritaties ontstonden. Het is altijd gezellig geweest. Ja. En mensen vinden het altijd te kort. En dat moet ook zo blijven. Ja, ja, maar is dat dan jouw ervaring over die irritaties? Of denk je dat maar? Dat denk ik. Ja? Ja. En waarom denk je dat? Dat zegt iets over jou, hè? Ja, dat klopt. Denk dat helemaal niet, want ik denk juist, er kan ook wel veel meer saamhorigheid komen. Klopt. Dus mijn visie, zeg maar, op wat ik aan het doen ben, is dat ik heel dicht bij mezelf blijf. Dat ik dingen doe die ik leuk vind, waarvan ik denk dat anderen ook leuk vinden. En dat ik dus ook zulke gedachten heb. En dan denk ik van, ja, dat zijn mijn gedachten. En daar handel ik naar. Ja. En ik denk, als ik stop na 4, 5 nachten, is goed. Dan is het goed. Ja. En daar gaat me niet om gelijk te hebben. Nee. Is dat dan niet eigenlijk egocentrisch? Ja, dat zal best. Ik zet mezelf wel graag op de eerste plek. Ja, ben je wel een strever zo? Nee, dat niet. Maar ik heb wel zoiets van,
Als ik goed voor een eigen zorgen. Ja, ja dan hoop ik ook voor anderen goed te kunnen zorgen. Ja. En ik krijg daar wel toch regelmatig ook terug dat dat het geval is. Ja? Ja. Dat je het goed doet, zeg. Maar ik denk ook gewoon als je dingen doet waar je zelf achter staat, want daar komt het eigenlijk mee. Ik doe dingen waar ik zelf achter sta. Ja, het moet niet, hè? Het is gewoon jouw ding. Het is gewoon mijn ding, ja. Hoe zijn eigenlijk de reacties van de mensen? Als ze zo met jou zo'n wandelvakantie hebben gedaan. Dat vind ik, dat had ik nooit verwacht, dat had ik nooit durven hopen. De mensen zijn, die komen allemaal terug. Oh ja? Ja, niet allemaal, maar er zijn erbij die gaan voor de derde, de vierde keer. Van Toscane zijn mensen die gingen voor de vijfde keer mee op een wandelreis. En ja, een groter compliment kun je niet krijgen. Ja. En daar is ook wel een bevestiging dat je blijkbaar iets goed doet. Dat je iets goed doet, ja. En uiteindelijk doen de mensen het zelf, hè. Ik heb een keer een vrouw, ik ga geen naam noemen, mee gehad op een reis. En die ging mee, want die vond het eigenlijk wel leuk. Want iedereen had het erover. En die ging mee en die ging mee. Ja, daar ga ik ook mee. Maar ik neem wel een boek mee. En als ik nou een dag geen zin heb, dan ga ik gewoon niet mee. En dan pak ik wel een taxi. Van het een naar het ander. Die bouwde zeg maar een beetje al een excuus in. Ja. Maar die ging de eerste dag mee, de tweede dag ging goed, de derde dag ging goed. En toen werd het een beetje zwaar. En toen had ze van, ja, die laatste dag is nog net wat zwaarder, hè. Ik zeg, ja, de laatste dag is het zwaarst. Ja, ik weet niet. Uiteindelijk is ze toch meegegaan. Ik heb ze niet overgehaald, want ik laat mensen vrijheid, blijheid, moet zelf weten. Ja. Uiteindelijk gaat ze toch mee. En ze was de frisste op het eind van de dag. Heeft ze heel die etappe heeft ze me afgelopen, de bergen over, noem maar op. En het was echt nog helemaal fris. Een dag later is ze volgens mij gestopt met roken. En tot de dag van vandaag rookt ze niet meer. Ze is gaan hardlopen en ze is al een paar keer mee geweest met wandelen. En ze geeft me dan toch terug. Dat was wel het setje dat ik nodig had. Ja, ja, leuk hoor. En ben jij zelf? Ben jij dan constant aan het regelen of ben je ook actief met mensen verbonden, om het zo maar te zeggen? Ja, wel, door gesprekken? Wel. Of? Ja, wel. Ik heb ook wel mijn gesprekken, maar ik heb natuurlijk ook mijn verantwoordelijkheden. Ja. En daar ben je wel mee bezig. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk zo'n hele dag wandelen genoeg tijd om lekker je gesprekken te voeren. Ja. En het is ook wel eens lekker om gewoon achteraan de groep te lopen. Ja. En met jezelf in gedachten te zijn. Ja. Oh, want als het goed loopt, dan is het toch goed, hè? Toch? Ja, ja, precies. Ja. Ja, je moet niet overal tussen willen staan. Nee, want dan denk ik, dat hebben ze weer. Want, ik wil ook niet alles regelen, weet je wel. Dus daar merk ik wel dat mensen daar fijn vinden. Dat ze die druk niet hebben van, het moet allemaal in die groep. En we moeten s'avonds mee. Nee, je moet alles zelf weten. Ja. Jij biedt een locatie aan waar ze allemaal kunnen komen eten, maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Nee. Maar dat is wel leuk. En je hoeft niet mee te wandelen. En als je het te zwaar vindt, dan stop je lekker. Dan pak je de bus naar het volgende dorp. Allemaal goed. En je is er ooit iets fout gedaan? Ik heb vorig jaar een vrouw gehad die de enkel brak. In de bergen. 3 kilometer van het dorpje af. Dat was wel een leermoment. Ja. Ja. En dan komen wij wel even tegen, want waar nou? Ja, uiteindelijk moet je gewoon handelen. Ja. Want je kunt het niet terugdraaien. Nee. Je kunt de breuk niet herstellen. Nee. Dus je laat die vrouw daar liggen. Je geeft ze wat pijnstillers. En er blijven mensen bij natuurlijk. Ja. Ik ben hulp gaan halen. En dat doe je zo goed mogelijk. En uiteindelijk was het binnen een uur. Waren er 6 ambulancebroeders naar boven geklauterd. En die hadden haar in een soort van troon gezet. En die hebben haar naar beneden gehaald. En is afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is allemaal goed gegaan. Ja, ja. Zo goed als het kan gaan onder deze omstandigheden. Dat was de eerste keer natuurlijk tijdens zo'n reis dat er iets gebeurde. Ja, ik had gelukkig ook goede medereizigers bij. Oh ja. Die de rust daar behielden. Ja. En ik kon dan weg. En dan hadden we gewoon contact. En het ging zoals het ging. Ja, het zijn allemaal volwassen mensen natuurlijk ook. Het scheelt ook. Hè? Ja. En ook de vrouw die de enkel had gebroken, die wist ook wel van, ja, ik kan wel gaan schreeuwen, maar... Ja, schiet ook niks meer op. Schiet niks meer op. Nee. Is ook, ja. Nee, maar ben je eigenlijk voor een mens, als karakter? Hoe zou jij jou omschrijven? Dat is altijd moeilijke vragen. Ja. Ik ben denk ik wel een heel positief. Altijd? Af en toe een beetje naïef. Nou, niet altijd geweest hoor. Nee, ik heb ook wel een periode gehad dat ik minder in mijn vel zat. Ja. Maar daar word je weer wijzer van. Ja, daar word je weer wijzer van. Daar heb je ooit nodig om weer te groeien. Ja. Maar je bent wel, vind je wel een positief mens bent? Nou, ik vind het leven gewoon, ik vind het leven fantastisch. En ik vind ook dat hoe wij het doen met z'n allen, vind ik gewoon geweldig.
Hoezo wij mensen met z'n allen? Wij mensen, ja. Als je het heel groot bekijkt, 8 miljard mensen op deze wereld. En als je dan ziet dat er maar heel weinig oneenigheid is. Alleen die oneenigheid die er is, daar zetten we natuurlijk allemaal honderden camera's op en die belichten we uit. En dan lijkt het soms groter, alsof het slecht gaat. Maar uiteindelijk gaat voor mij denk ik 98,7% van alles gaat goed. Ja, oh, maar leuk dat je dat zo benadert. Hè? Want het is meestal als je iets van de media, dan is het altijd... Nou, je ziet altijd het negatieve in de kranten en sensatie, maar... Ik denk dat we ons daarmee ook collectief ziek maken. Zelfs kan me ook best wel... Ben je boos maken, dan maak ik me boos. Ja, mensen als Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek laatst ook. Ja. Wat ik overigens echt wel vakmensen vind. Maar die dan zeggen van de wereld staat in brand. Dan denk ik, hoe kun je dan nou zeggen dat de wereld in brand staat? De wereld staat helemaal niet in brand. Kijk eens om je heen, waar zie jij brand? Maar ja, er is altijd wel op die grote aarde van ons een brand. Ja. En meerdere branden. Maar er zijn nog nooit zo weinig branden geweest als in het leven, in de tijd waar we nu leven. 100 jaar geleden moest je blij zijn als je 50 werd. Er waren veel meer oorlogen. Er kwamen veel meer mensen om van de honger. En 200 jaar geleden was het... En 50, 60, 70 jaar geleden hebben we nog een wereldoorlog gehad. Dus we leven in zo'n mooie tijd met steeds minder mensen die omkomen door oorlog of geweld en honger. En het lijkt wel alsof we tegen elkaar allemaal willen zeggen dat het steeds slechter wordt. Ja, want dat hoor je wel. Hè? Het gaat steeds slechter. Maar dan kom je ook natuurlijk dat je die ellende ziet met die bootvluchtelingen uit Syrië en al die toestanden. En daar zijn die brandhaarden. Ja, daar zijn die brandhaarden. Maar de cijfers, die zeggen gewoon iets anders. De cijfers zeggen gewoon dat het nog nooit zo goed is geweest. En we komen met steeds meer mensen. En nog steeds dalen die cijfers. Ja. Waar zou dat liggen, denk jij? Uiteindelijk geld. Nee, dat de cijfers dalen. Ja, nou, dat het inderdaad... Of dat we ons collectief ziek maken. Eigenlijk, nee, dat is denk ik ook heel veel media en geld. En ja, commerciële dat moet, tv. Hè? Ja, die houden wel wakker. Maar dat er toch een ommekeer komt van mensen die er niet intrappen. Of die er niet in geloven. Dat is wel mooi. Nou, het is geen kwestie van geloven, het is niet erin trappen. Ja. Je moet je niet gek laten maken. Nee. Ik vind dat echt jammer als ik soms mensen... Oh, wat is het toch allemaal, hè? En de wereld staat in brand. Ja, dan gaan we allemaal tegen elkaar zeggen dat de wereld in brand staat. Daar ga ik nog geloven ook. Ja. Je fietst daar gewoon, je fietst daar naar huis en er is niks aan de hand. Nee, maar die wereld staat in brand. Dat vind ik echt jammer. Ja. Want we doen onszelf zoveel tekort. Door dit te denken. Door dit te denken. En in te geloven dat het is, hè? Want heel veel mensen geloven ook wat er gezegd wordt in de media. Ja. En als dan wordt gezegd dat het... Ja, maar ik denk dat daar wel een omkeer is. Ik denk dat wel heel veel mensen een ander inzicht gaan krijgen. Dat ze er inderdaad niet meer intrappen. Dat je er niet meer intrappen. Ja. En daarbij wil ik niet zeggen dat er natuurlijk... Er is leed, maar het leven is niet perfect. Het leven is imperfect. Ja. En zo hoort het ook te zijn. En we moeten uiteindelijk allemaal dood. Dat is een prachtig cadeau dat de mensheid is gegeven. Dat we allemaal doodgaan. Alleen het is heel sneu en heel verdrietig als het iemand is op jonge leeftijd. En of het is iemand die heel dicht bij je staat. Tuurlijk, dan heb je verdriet. Leed. Maar dat hoort ook bij het leven. Ja. Toen we het leven kregen, hebben we ook direct alles wat erbij hoort bijgekregen. Ja. En dat vergeten we soms. Soms mag dat niet bestaan. Ja. En als je dat erbij denkt en dat je denkt van ja, het is goed. Dan leven we gewoon in een hele mooie tijd. Ja. Ja, en wat ik ook denk is... Wat mensen meer zouden moeten doen, is dankbaar zijn voor de dingen die ze wel hebben. Hè? Als je dankbaar bent, dan... Dan kom je dus al gauw in dit soort settingen terecht. Ja. Waar je de bomen, de vogels gaat fluiten en de deur open staat. En... Ja, maar dit is ook rijkdom en luxe. Dit is mijn geluk. Hey. Dit is mijn rijkdom. Ja, dus jouw ding gewoon. Ja. Waar is rijkdom? Hè? Voor iemand anders denkt, je zit hier maar in zo'n chalet. En de andere denkt, wauw. Ja, heel, ja, dus het is zo beperkt heel, alles, heel ver terug. Je gezondheid, dat is rijkdom. Ja. Dat je kinderen gelukkig zijn, dat is rijkdom. Ja. Ja, gezond, vrouw. Ja. Voor veel mensen speelt het geloof een grote rol. Ja, voor heel veel mensen. Is dat voor jou ook? Ja, ik ben zeker gelovig. Oké. Okay. Ik geloof in God. Maar ik heb niks met instituten als de kerk, christendom, islam... Sterker nog, ik vind zelfs dat je het geloof moet beleiden privé. Dat is een privé aangelegenheid. Dat is mijn mening.
En, maar waarom? Waarom is dan het geloof voor jou persoonlijk? Ja, ik denk dat het iets spiritueels is. Dus het zit in jou. En het is jouw verbinding met whatever, hoe je hem noemt. Ik noem hem God. Ik vind het eigenlijk liefde. Ik denk dat God gewoon liefde is. En daar heb jij gewoon, of daar heb ik mijn verbinding mee. En wat een ander ervaart en doet, weet ik niet. Ik ben er heel blij mee. Ik praat ermee. Jij bidt ook? Ik bid ook. Ik krijg zelfreflectie. Doordat je bidt, krijg je ook zelfreflectie. Waardoor je over dingen na gaat denken. En dat is voor mij mijn geloof. En wat een ander daarmee doet of van vindt, of hoe hij het beleidt, prima. Maar... Want als je zegt, het geloof is ook voor mij een soort liefde. Ik sta in het leven zoals ik erin sta. En ik kan me voorstellen... Ja, maar het is wel mooi dat je zegt, ik geloof dat alles liefde is. En, ja. Nee, niet alles is liefde, maar nee? God is liefde. God is liefde, oh ja, God is liefde. Ja, God is liefde. Maar het is ook niet zo dat alles wat er gebeurt op aarde, dat van door God wordt geregeld of geregisseerd. He, dan hoor je wel eens van, ja, God zal het wel zo gewild hebben. Nou, ik denk dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je doet. Ja? Ja. Dat is niet God die dat bepaalt, dat doe je zelf. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die denken van, ja, dan gaan ze allemaal dood. Nou, waar is je nou, die God? Ja. Dat is het. God maakt geen mensen dood. Mensen maken, in het geval van oorlog, maken mensen dood. Daar kun je God niet de schuld van geven. Nee. Maar God kan je wel bereiken en jou leren en adviseren. En vaak doe je het gewoon zelf, hè? Ja. Want uiteindelijk zijn inzichten, bewustwording, ja, hè? Dat is het. Uiteindelijk is het gewoon een bewustwording. Dus je kunt het niet vatten, maar ik zie dat fenomeen, dat is voor mij God. En het staat wel buiten mijzelf. Dus het is zelfbewust, maar het staat wel buiten mijzelf. Ik moet er even goed over nadenken, maar je zegt, het staat buiten, ja. Nee, ik zelf ook, hoor. Ja. En het helpt jou gewoon kracht te geven en het vertrouwen dat het goed komt. Is dat ook een stukje geloof erin? Nou, niet altijd. Ja, wel kracht. Maar dat het altijd goed komt, hoeft niemand. Ik heb het leven gekregen. En het is zoals het is. En dan gaat niet alles goed komen. Want dat hoort bij het leven. De imperfectie is eigenlijk het hoogst haalbare. Ja, zou het? Als je durft te streven naar de imperfectie en daar de schoonheid uit kunt halen, dan is dat nog mooier, maar ook moeilijker, dan het te vinden in de perfectie. Ja, heb je met kunst ook. Ja, dat snap ik. Maar wat dan is mijn vraag weer, wat is imperfect, hè? Want als jij zegt, nou dit is helemaal perfect voor mij, iemand anders denkt, jee, een oude rommel. Tuurlijk. Hè? Dus het is maar ook een verhaal in je hoofd, hè? Ja, dat klopt. Denk ik, maar alles. Dat klopt helemaal. Wat ik eigenlijk een beetje bedoel te zeggen is, je hebt bijvoorbeeld muziek, daar kun je perfecte eerste stem, tweede stem, derde stem, alles in harmonie, het klopt allemaal, het is perfect. Ja. En het boeit je niet. Maar je kunt ook muziek hebben waar randjes aan zitten, waar ritmeveranderingen die eigenlijk niet kloppen, dat je zegt van ja, maar dit raakt mij. Ja. Maar, en ook dat is weer persoonlijk. Precies, ja. Ben jij wel een denker? Ja, ik denk heel veel. Maar ik weet niet of je dan zeg maar per se een denker bent. Maar ik denk ook over mijn reizen, hoe ik het concept vorm ga geven. En ik ben wel altijd aan het denken. Ja, aan het creëren. Creëren. Maar ook gewoon wel echt denken over... Het leven school, of... Het leven, de school van de kinderen. Hoe je het allemaal moet doen. De volgende fase. Krijg ik genoeg geld op mijn bankrekening? Ja, maar dat word ik door getriggerd. Dat ik denk, dat is loslaten, hè? Ja. En vertrouwen erin hebben dat het goed komt, hè? Ja. Kijk, als je een horizon hebt van een maand of twee maanden. Dan zeg je, ik heb een horizon van 2 maanden. Lekker toch? Ja. En dan is het niet zorgen maken over volgend jaar. Dat doen ze in Afrika bijvoorbeeld ook goed. Wat? In Afrika. Dat is dat verhaal toch, daarom krijgen ze de economie daar ook niet zoals wij hem hier in het Westen hebben. Maar als de mensen daar vrijdags uitbetaald krijgen, dan gaan ze eerst daar geld op maken. Ja.
Niet allemaal natuurlijk, maar uiteindelijk is dat wel heel slim. Dan ga je gewoon lekker genieten. En als het dan op is, ja, dan moet je weer gaan werken voor een volgende loonzak. Ja. En wij vinden, wij in het Westen denken, ja, maar dat is toch onverantwoord. Ja, ja, is dat wel zo. Ja. Maar ja, natuurlijk, ja, je hebt natuurlijk ook, je hebt dit huisje ook gekocht. Mm-hmm. Dat moet ook allemaal betaald worden. Ja, zo. Dus je moet zorgen dat er... Dat er iets komt. Maar als je dan die horizon van 1 of 2 maanden hebt, ja, dan moet je eigenlijk gewoon gaan genieten van die 1 en die 2 maanden. En dan kan je over een maand alweer een maand verder kijken. Ja. Dat lukt me niet al, toch? Nee, wat ik net zei. Nee, maar dat is wel bestreden. Ja. Waar komt dat vandaan? Dat je zo bent? Wat is er gebeurd dat jij zo het roer om hebt gegooid en... Dat komt omdat ik een heel ander leven heb gehad en daar werd ik heel ongelukkig van. Iemand proberen te zijn die je eigenlijk gewoon niet bent. En dat ligt dan vooral aan mij, hè? Ja. Dus ik heb daar zelf voor gekozen destijds. En... Maar daar moet je voor kiezen om erachter te komen dat je anders bent. Natuurlijk. Tuurlijk. Ja, daar kun je niet anders achter komen. En op een gegeven moment word je ouder. En op een gegeven moment zeg je van, ja, nou ga ik gewoon echt doen wat bij mij past. Wat ik voel, hoe ik voel dat ik moet gaan leven. En dan stoot je je kop nog regelmatig. Ja. Daarom, maar dat is niet erg. Nee, want je trekt natuurlijk ook andere mensen mee, eigenlijk, hè? Of die moet je loslaten, of... Ja. Dat is natuurlijk toch wel heftig dan ook. Ja, maar dat is denk ik toch wel het leven. Ik denk dat we allemaal... Ik denk dat we iedereen die je spreekt, die heeft zo wel zijn verhaal. Zo'n gestoei, hè, in het leven. Ja. En Wim, hoe zie je de toekomst? Voorlopig, zoals ik nu leef, zo wil ik nog wel een tijdje blijven leven. Ja? Dus wandelreizen organiseren. Muziek maken. Ik schrijf ook voor Brabants Dagblad. Och, ja. Wel leuk. Ja. Ook een paar keer per maand schrijf ik wat artikeltjes. Dan word ik gebeld en dan Wim, kun je daar naartoe gaan en artikeltjes schrijven. Oh, dat is wel leuk. Ja, en dat leuk. Is wel een beetje een inkomen waar je dat is ook krijgt. Een stukje inkomen. Oh, dat is ja, wel leuk. Absoluut. Ja. En dat vind ik ook heel leuk, want dat is mijn tekst. En dat vind ik leuk schrijven. En verder hopelijk met de muziek iets. Ja. Maar verder geen toekomstplannen. Je leeft het leven zoals je ziet wel gewoon, zo moeten we het zeggen. Ja, zoveel mogelijk. Ja. En je hebt natuurlijk met de kinderen te maken, dan moet je wel dingen vooruit kijken en plannen. Maar zoveel mogelijk geen toekomst maken. Ja, dat is ook plannen. Dat is ook wel heel bijzonder om dat te kunnen. Hè? Toch? Ja, ik ben er nog niet, maar ik ben wel onderweg. Hey Wim, want je woont hier nou zo mooi eigenlijk. Het lijkt me ook heel moeilijk om je weg te gaan dan. Wil ik ook niet. Nee. Ik zeg altijd, toen ik hier 11 jaar woonde, zei ik altijd van ik woon hier nou 11 jaar. Ja. Ik wil hier nog een keer 11 jaar worden en daarna nog 11 jaar. Ja, dan kijk ik wel hoe ik ervoor sta. Want dan begint de leeftijd mee te tellen. Ja. Maar goed, ondertussen zijn het dus alweer 14. Ja. Ja, zolang het gaat het toch? Ik vind het heerlijk hier. Ja. Waarom vind je het hier zo heerlijk? Waarom, wat trekt jou aan deze plek? Want je zit hier toch een beetje als een soort kluizenaar, toch wel iets, hè? De winter komt er weer aan. Hoe is het dan? Want dan, dan is het een hele andere periode als in de zomer. Ja, om hier te wonen, ja. Hè? Dat klopt. Maar het is wel heel frappant dat als je buiten woont, ik noem dit eventjes buiten wonen, dan merk je pas hoe vaak het best mooi weer is. Want dagen dat het bijvoorbeeld heel de dag regent, die zijn op 2 handen te tellen per jaar. Dus die deur die staat in november ook nog wel eens open. Ja. En in februari gaat die ook alles open. Ja. Dus... Het open vriesweer is ook prima natuurlijk. Ja, prima. Dus ik vind het eigenlijk onder alle omstandigheden vind ik het prettig gewoon hier. Ja. Dit zijn wel de fijnste omstandigheden. Ja. Ja. Nee, maar vind je nou moeilijk in het leven? Er zijn natuurlijk ook wel dingen die je moeilijk moet vinden. Ja, die zijn er wel, ja. Ik zeg altijd, ja. Het is niet voor niks dat ik alleen woon, zeg maar. Ik heb een hele lieve vriendin. Daar ben ik al 6 jaar mee samen. En daar hoop ik ook heel oud mee te worden. Maar ik woon wel alleen. Dus samen wonen, samen leven vind ik wel moeilijk. Ja? Ja, want dan moet je toch best wel veel opgeven van jezelf. En daar heb ik. En ik ben er door schade en schande ben ik erachter gekomen dat ik dat gewoon echt wel nodig heb. Nee, want hoe vindt zij dat? Niet altijd makkelijk. Nee. Maar ook wel, ze ziet er ook wel de voordelen in hoor. Want ik hoor vaak genoeg wat ben ik blij dat wij het zo doen. Dus ik denk overal dat Esther er ook wel tevreden mee is. Ja.
Dus je bent wel echt iemand die graag op zichzelf is. En, Ik ben ook gescheiden natuurlijk. Dat zijn echt mindere periodes in je leven. Dan heb je veel verdriet. Ja, dan heb je veel verdriet. Ja. Dan heb je verdriet voor degene die je verlaat, voor je kinderen. Je hebt zelf ook heel veel verdriet. Ja. Maar daar word je wel ook weer een heel stuk wijzer van. Ja, ja. Ja, want je zei je hebt zware periodes gehad. Daar bedoel je onder andere dit mee. Dat is, ja, dit ja. Want ik ben ook nog gezegend dat ik allebei mijn ouders nog heb. Ja. En mijn kinderen zijn gezond, mijn broer en dus... Het scheelt ook, hè, dat je dat niet hebt. Dat heb ik allemaal nog niet meegemaakt. Nee. We gaan stoppen met dit gesprek. Ik vond het heel leuk. Ja, zeker om bij jou ook een keer te zijn. Ik weet hoe je bent en hoe je leeft en waar je nou woont. En ik ga zeker nog een keer mee op reis. Want ik vond het fantastisch. En dan een wandelreis. Dat ga ik zeker doen. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. I'm gonna go to the bathroom.